hier is Wouter. Welkom in deze video. En voordat deze video begint, wil ik jullie even wat vertellen. Stel, jij moet een keer boodschappen doen en je weet niet zo goed in welke winkel je het moet doen. Dan zou ik je aanraden, ga naar de Aldi. Bij de Aldi heb je altijd goede producten, vriendelijk personeel en het is er altijd heel gezellig. Dus mocht je ooit boodschappen nodig hebben, ga een keertje naar de Aldi en je bent een tevreden klant. Maar goed, door naar de video. Ja mensen, het is vandaag precies een jaar geleden dat ik de Wouter Boeventosti gemaakt heb. Vandaag, 10 augustus, is het een jaar geleden dat de Wouter Boeventosti video online kwam. En dat is mijn meest bekeken video. En tot op de dag van vandaag krijg ik nog steeds een bericht van Wouter Boeven, ik heb jouw Tosti geprobeerd. Of spreken mijn mensen mij aan met, jij bent Wouter Boeven van die Tosti toch hè? Dus ik word tot de dag van vandaag, word ik nog steeds aangesproken met Wouter Boeven van de Tosti. En mensen vragen mij ook wel eens, Wouter, wanneer komt er een nieuwe Tosti video? Nou, daar kan ik heel kort en duidelijk antwoord op geven. Die komt er niet. Ik heb al 3 Tosti-video's gemaakt en dat vind ik wel genoeg. Het pakt misschien wel de meeste views, maar ja, je moet niet letten op de views, maar je moet blij zijn met elke view die je krijgt. Ook al krijg je er maar 100 of maar 200, het zijn toch 100 of 200 mensen die gekeken hebben. Dus een nieuwe Tosti-video, die komt er niet meer, want er zijn er al 3 van. En eerlijk gezegd heb ik ook niet echt een idee voor een nieuwe Wouter Boeven Tosti-video. En dan kan ik tegen jullie gaan vragen van, hebben jullie nog een idee voor een Tosti-video? Maar dan is het geen Wouter Boeven Tosti meer. Als jullie het idee geven, dan is het geen Wouter Boeven Tosti video meer. Dus, nee, sorry, op een Tosti video, daar hoef je niet mee op te rekenen, want dat is klaar. Maar goed, mensen vragen mij ook wel eens, vooral in het persoonlijke leven, Wouter, hoe heb je die Tosti eigenlijk bedacht? Ja, dat vind ik op zich wel een goede vraag. En zou ik er antwoord op moeten geven? Ja, laat ik daar nu na een jaar mijn antwoord op geven. Het is eigenlijk puur per toeval bedacht. Ik zat ooit een keer s'avonds laat, toen ik een paar biertjes op had en een jointje, zat ik een keer in mijn keuken en dus dacht hij van, Wouter, ik heb zin om een Tosti te maken. Nou, dus ik zette dat Tosti-zetapparaat aan en ik dacht van, ik heb wit brood, ik heb kaas, ik heb geraspte kaas. Nou, dat deed ik toen allemaal op en toen zag ik bij toeval, toen dacht ik bij mezelf van, Wouter, misschien moet je er ook wat olie en bakboter over doen. Nou, is bakboter voor een Tosti al heel normaal, want bij heel veel Tosti doe je al bakboter. Maar ik dacht van, misschien maakt het met olie maakt het ook wat vettiger, waardoor de Tosti wat lekkerder is. Nou, dat probeerde ik toen en toen dacht ik van, Wouter, je hebt ook poedersuiker in huis, peper en zout. Zou ik dat ook een keer proberen? Nou, toen probeerde ik dat en toen vond ik dat eigenlijk best wel lekker. Het is eigenlijk gewoon per toeval, gewoon toevallig dat ik ooit een keer dronken in de keuken stond, dat ik het toen geprobeerd heb en dat ik toen bij mezelf dacht van, wel lekker. En toen dacht ik op een gegeven moment ook bij mezelf van, ja Wouter, je bent wel tevreden over die Tosti, kun je er geen video over maken? Nou, toen heb ik daar toen een keer video over gemaakt en die video werd dus best wel goed bekeken, want het is een van mijn populairste video's. En verdien ik er geld aan in die video? Nee. Op die video verdien ik geen geld. Op de een of andere reden mag ik op die video geen geld verdienen. Dus ik kan er geen geld op verdienen. Maar ja, maakt het wat uit? Nee, maakt niet zoveel uit. Misschien verdien ik met deze video wel weer geld. Dus dan heb ik toch alweer een beetje terugverdiend. Maar ja, het hiervan niet doet, hè? Nee, maar dat is eigenlijk een beetje het verhaal over de Wouter Boeven Tosti. Niet heel bijzonder, maar ja, hij is er nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Na deze video, als deze video is afgelopen, zal ik wel even die Tosti video erachteraan plakken. Dus dan kan je opnieuw die Tosti-video bekijken zonder terug te hoeven naar mijn oude video. Dus ik maak jullie wel makkelijk. En als je niet meer wil, en als je nu denkt van, ja, ik hoef die Tosti-video niet meer te zien, Wouter, want die heb ik ook zo vaak gezien. Nou, dan zeg ik doei, hier gaat Wouter en kun je de video gewoon afsluiten. Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik heb even zin om een Tosti te maken. In het verleden heb ik wel eens een video gemaakt dat ik een Tosti ging maken. Dat was toen nog bij het huis van mijn ouders. En toen maakte ik de Tosti nog een beetje op een andere manier. Wel gewoon zoals je een Tosti maakt. Maar ik heb nu een beetje een manier gevonden om de smaak wat beter te laten smaken. Waardoor de Tosti nog wat beter smaakt. En dat wou ik jullie eens even laten zien. Dus kom op, we gaan een Tosti maken. Nou, dit hebben we dus nodig voor een Tosti. Kaas en geraspte kaas. Ik gebruik het altijd allebei. Ik gebruik nooit ham, want ik lust geen ham. Ik ben echt zo'n man die van een kaastosti houdt. Dus ik neem de kaas mee. Nou, en hier heb ik het wit brood. Ik neem altijd tosti's met wit brood. Want dat is wel wat lekkerder. Dus het brood is er. En een tosti is altijd met 2 broodjes. Dus als je een keer 2 broodjes wil eten, maar je mag er maar eentje hebben, dan zeg je gewoon, ik wil een tosti, want dan heb je automatisch toch 2 broodjes. De kaas zit er al op, alleen er mist nog wat in, hè. Want ik wil ook nog wat geraspte kaas aan doen. Nou, de geraspte kaas zit er ook op. Maar dan zijn we nog steeds niet klaar. Want wat ik er ook nog op ga doen is
een beetje olie en een beetje bakboter. Dat geeft wat meer smaak. De boter en olie zitten erop. Nou nog even dit broodje erop doen. En zijn we dan klaar? Nee, we zijn nog niet klaar. Want we doen er namelijk nog een plakje kaas op. Ik krijg de kaas er heel moeilijk uit. Het is een beetje gescheurd. Maar boeien, we doen hem er gewoon op. Nog een plakje kaas. En we doen ook nog wat van dat geraspte kaas erbij. Ja, Wout weet wat lekker is. Een tosti deluxe. Zitten we er ook nog even bij. Met kaas. Kijk eens. Er zit nog wat kaas bij. Mooi. En dan aan deze kant natuurlijk ook nog wat boter. Kijk hier, de boter. Laat ik hem bijna vallen ook nog. Even de boter openmaken. Gaat een beetje lastig met één hand. Zo. Hier is de boter. En dan als laatste ook nog een beetje van dat olie erbij. Nou, zo ziet die tosti er dan uit. We moeten hem nu even dicht doen. We doen hem dicht. Stekkertje erin. Hier is het stekkertje. Doe ik er even in. En dan wacht ik ongeveer 5 minuten. Want dan is die ongeveer lekker warm. De tosti is klaar. Laten we eens kijken hoe die geworden is. We doen hem open. Kijk. Hij is goed bruin geworden. Ziet er lekker uit. Dus we kunnen hem wel eens gaan proberen. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. Want ik heb nu wel een tosti gemaakt. Maar ik doe er nog wat bij. En weet je wat ik erbij doe? Een beetje zout is wel lekker om bij de tosti te doen. Ze doen er wat zout bij. Vind ik altijd wel lekker voor de smaak. En ik doe er nog wat bij. Wat peper. Dus er komt ook wat peper bij. Ook heel lekker. Kijk, de peper. En als laatste doen we er ook nog wat poedersuiker bij. Bij de tosti. Is ook wel lekker. Nou, dan is de tosti ongeveer klaar. Ik zou zeggen, laten we hem eens proberen. Nou, hier is de tosti. Hij ziet er goed uit. Al heb ik hem zelf gemaakt. Ik heb hem ook zelf gemaakt. Ja, zoals ik net al zei, ik ben geen fan van een hamkaas tosti. Ik wil liever alleen een tosti met kaas. Daar maak je me veel blijer mee. Dus hier dan mijn tosti. Dus even proberen of die lekker smaakt. Ja, dit is echt een hele lekkere tosti. Mede ook omdat ik dat boter en dat olie nog op heb gedaan. En natuurlijk dat zout en peper. Waardoor die smaak nog een stuk beter wordt. Ja, dit moet je ook een keer proberen. Gewoon zo'n tosti als ik hem heb gemaakt. En geloof me, je vindt hem heerlijk. Nou, ik eet even verder. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.